Nou, mijn werkzaamheden bestaan uit het vervoer, het begeleiden van passagiers. En dan met name inderdaad alleen passagiers die slecht ter been zijn. Dan kun je dus denken aan oudere mensen die geen lange afstanden meer kunnen lopen. Mensen die compleet verlamd zijn en echt hulp nodig hebben ook om aan boord te komen. Mensen met een eigen rolstoel. En wat we ook doen is begeleiding van alleenreizende kinderen. En dat maakt het ook allemaal wel heel afwisselend. Er is een passagier die zit bij de gate en die kan niet uit zichzelf aan boord komen. Dus mijn collega en ik gaan samen de passagier zo veilig mogelijk, zo snel mogelijk aan boord helpen. Met behulp van deze mooie vliegtuigtilstoel. Box 4, even kijken. Ja. Good afternoon. You need help for the go in the plane, right? Thank you very much. I appreciate it. Stressbestendigheid is belangrijk. Vooral plannen van je jobs, je opdrachten die je krijgt, moet je gewoon goed kunnen verdelen. Welke passagier moet er eerst weg? Welke passagier heeft een short connection, oftewel een korte overstaptijd? Welke passagier moet je bij de business class lounge afzetten? Want we hebben ook business class passagiers die hulp nodig hebben. En dat is gewoon belangrijk dat je daar een goede verdeling in maakt. Hey! Hey, ik kom twee passagiers ophalen. Passagier Audi en passagier Ela Badi. Het is aan ons de taak om de passagier een soort van thuisgevoel te geven om hier op Schiphol te zijn. Het is een gigantische luchthaven. En het blijft elke dag weer een uitdaging voor ons. En dat vind ik zo leuk in het werk. Ik geniet er gewoon van. Wil jij onze collega worden? Lijkt je het leuk om met mensen te werken? En ben jij stressbestendig? Solliciteer dan op werkenbijactie.com.nl.